We staan bij een stralende voorzitter, André van Rooij. André, eerst en vooral proficiat met de schitterende prestatie van onze ploeg vandaag. Dank u. Dank u. Hoe belangrijk is deze promotie voor de voetbalclub FC Dender? Maar ik denk dat het heel belangrijk is, zeker voor de toekomst van, van onze club, is het belangrijk. Hè? Want laten we nu. De doelstelling was van het begin van het seizoen met Emilio gezegd. Ja, we moeten Emilio wat moeten zien met de hervorming dat we dit seizoen zeker de boot niet missen. Ja, dan is Emilio weggegaan en we dan een beetje in een diepje gezeten. En dan ook Terki weg en dan niet meer. Maar veel hebben we van gebakken, om er hiervan te spreken. Maar in de eindronde werd veel goed gemaakt. Gemaakt, in de eindronde hebben we, denk ik, veel propaganda gemaakt. Goede matchen gespeeld. Veel volk nog. Uiteindelijk is het allemaal nog goed meegevallen. Ben ik nog. Normaal gezien moest het op Torrood gedaan geweest zijn, maar het zou misschien nog niet zo mooi geweest zijn als nu. Niet zo mooi geweest als nu, want ik zie niet die dagen. We hebben niet gespeeld, maar al de vele volk. Veel volk gehad. We hebben een goede match gespeeld. Zeker, hier is het team altijd sterk. Ik ben heel content. En nu begint het zware werk voor het bestuur waarschijnlijk? Ja, nu we hebben al gesproken met bepaalde spelers en ook spelers van ons eigen. Maar ja, zolang dat we zeker wisten dat we in deze reeks gingen blijven, ja, moet je dat gewoon zeggen. Ja, volgend seizoen we wachten af. Maar ja, nu vanaf morgen kunnen we beginnen te werken en te bouwen voor een nieuwe club, een nieuwe ploeg voor volgend seizoen. Ja. En weet u al wie er volgend jaar trainer zal zijn? Ik heb mijn belofte gedaan aan Jean-Pierre. Ze mij promoveren dat mag blijven. Hè. Dat was een overeenkomst met Jean-Pierre. En ik denk dat we dat ook moeten respecteren. Hij heeft inderdaad de doelstelling ruimschoots gehaald. Hè, want we hebben niet alleen overwinningen behaald, maar we hebben dat ook gedaan met mooi voetbal. Dat is belangrijk. Inderdaad, want hij is gekomen nog zes wedstrijden. Hij had ook niet veel. Ja, ik kende wel de derde klasse. Ik was Jean-Pierre van buiten, maar ik kende ook bepaalde spelers. Maar ja, kom. De spelers stonden direct achter hem en hij heeft voor mij. Hij heeft er terug een ploeg van gemaakt, een groep die aan elkaar hangt. Ja, inderdaad, dat is bewezen ook in de eindrond. Iedereen, ze worden allemaal gemotiveerd voor te spelen. Dat zijn de beloften die we gaan aankomen. En hopelijk kunnen we succes boeken volgend seizoen. En terug een mooi seizoen starten over enkele maanden al. Dat is de bedoeling. Hè, van, en op termijn werken we voor in die 1B te geraken. Hè. Dat is hopelijk. Ja, we zijn 1 à 2 of 3 seizoenen maximum dat we daarin kunnen. Laat ons eerst groeien in die eerste amateurklasse en daar een blijver worden. Dat zal al niet simpel zijn waarschijnlijk. Nee, maar ja, je moet het bekijken dat het veilig tweede klasse, we moeten ook. We zullen zien. Hè. We zullen zien. We gaan er het beste van maken, zeker. Oké. Nogmaals, proficiat André. Ik zou zeggen, vier dat vanavond maar eens goed, samen met de supporters, want die zijn ook door het dolle heen. We hebben toch wel ook goede supporters. Hè? Inderdaad. Ja, vandaag waren ze sterker weer. Sterker. Een dikke merci aan de supporters. De ploeg leeft terug. Dank u wel, André. En geniet ervan. Dank u.